signings. Ja, dat is natuurlijk een hele grote teleurstelling voor de hele groep, denk ik. En natuurlijk het meest voor André. Want hij was eigenlijk net, hij was heel goed bezig. Hij had een nieuw contract afgedwongen. Hij scoorde aan een lopende band. En ja, hij zat eigenlijk echt tegenaan om bij de selectie om echt minuten te gaan maken. En ja, dan voor de derde keer, dat is natuurlijk ja, verschrikkelijk zuur. En ook voor de spelersgroep heeft dat toch wel een tikje gehad, ja. Was het het gesprek van de dag? Ja, tuurlijk. Ik kreeg s'avonds laat al een sms'je van, heb je het gehoord van André? Toen, ja, toen wist ik eigenlijk al genoeg van, die heb ik nog wel teruggestuurd van, toch niet weer een ernstige blessure. En ja, toen werd het eigenlijk de volgende dag bevestigd dat het weer een kruisband was, ja. Hoe pak je zoiets op met de spelersgroep? Ja, maar kijk, wij kunnen niet zo heel veel doen. Toevallig gaan we wel naar hem toe. Maar ja, hij zal het zelf moeten verwerken weer, want hij gaat volgens mij in Amerika laat zich opereren en revalideren. Dus ja, we zullen hem heel weinig zien, dus we kunnen hem alleen maar eigenlijk via de telefoon spreken. Dus ja, het zal voor hem wel weer een hele zware periode worden met heel veel trainen en heel veel alleen trainen. En dat is niet makkelijk als je het liefst een teamverband sport. Je gaat vanmiddag bij hem op bezoek met volgens mij Wout Brama. Ja, dat klopt, ja. Wat ga je tegen hem zeggen? Weet je dat al? Nee, ja, zo'n gesprek, als je er eenmaal zit, dan zal het wel vanzelf gaan. Maar ja, dat het ontzettend balen is natuurlijk voor hem, dat het weer gebeurt. Net nu hij eigenlijk helemaal topfit is en op de goede weg was. En ja, daar zullen we het over hebben. En ik zal ook wel vragen om de revalidatie. Ik denk dat het wel goed is voor hem dat hij naar Amerika gaat, denk ik. Geen andere omgeving. Maar daar heeft hij denk ik zelf wel goed over nagedacht. Dus zo'n gesprek zal misschien ook wel over hele andere dingen gaan dan over de blessure. Want, daar hebben we het liever niet over, denk ik, op dit moment. Wat weet je van de tegenstander van komende zondag, op dit moment? Ja, nou ja, we doen het verrassend goed natuurlijk. Staan hoog, hebben goede resultaten geboekt. We hebben een aantal spelers erin lopen die een wedstrijd kunnen beslissen. Dus het is wel een ploeg om rekening mee te houden. Maar ik denk, ja, als wij thuis spelen in zijn eigen stadion, dan moeten we van iedereen winnen. Is dat op dit moment ook het devies? Alles winnen, geen punten meer laten liggen? Ja, als je kampioen wil worden, dan mag je niet veel punten meer verliezen. Want ja, de achterstand is al behoorlijk groot. Dus ja, we zullen alles moeten winnen. We mogen geen onnodige punten meer laten liggen. Dat is duidelijk. Ja, maar aan de andere kant, wat mogen we verwachten van deze groep? Wat kunnen jullie? Ja, wat kunnen we? Dat hebben we een aantal wedstrijden laten zien. Ik denk dat we in een hele moeilijke pool in Europa nu al door zijn. En nog twee wedstrijden te gaan. Ook in de competitie hebben we laten zien dat we gewoon bij de beste ploegen horen. Dus ja, ik denk wel dat de mensen veel van ons mogen verwachten dit seizoen.